Robotmaaiers waren altijd duur, traag en alleen geschikt voor kaarsrechte gazonnetjes. Sommigen namen zelfs wel eens een ommetje in de wijk. Maar ze zijn én slimmer en goedkoper geworden. En dus testen wij 4 modellen. Ik ben Rutger van Bright en ik vertel je welke je een boel werk kunnen besparen en waar je op moet letten als je zelf een robotmaaier aanschaft. Robomo was niet zo lang geleden eigenlijk de bekendste speler in de markt van robotmaaiers, maar inmiddels zijn er eindeloos veel modellen. Van goedkope bouwmarktmodelletjes van €400 tot 4-wiel aangedreven terreinmonsters waar je flink voor moet betalen. Maar daartussenin zitten de modellen die voor de meeste mensen interessant zijn en die testen wij. Technisch gezien lijken robotgrasmaaiers heel erg op robotstofzuigers. Alleen waar die tegengehouden worden door een muur, zouden deze zo je bloemperkje inrijden. En daarom zijn bijna alle robotmaaiers voorzien van een grensdraad. Die zorgt ervoor dat ze niet verder kunnen dan van jou mag en dat ze hun oplaadstation terug kunnen vinden. Ook zijn alle robotmaaiers mulchmaaiers en dat betekent dat het gras niet wordt opgevangen, maar alleen met deze kleine mesjes hele kleine stukjes van afgesneden die als een soort bemesting tussen je gras terechtkomen. En in principe is dat zo klein dat je er niet zoveel van mee je huis in loopt. Verschillen zijn er ook. De meeste maaiers gaan met de logica van kogels in een flipperkast kriskras door je tuin heen, maar dan een stuk langzamer. De slimmere maaiers die krijgen een beeld van je tuin. En die nemen een steeds slimmere route om zo kort mogelijk aan het maaien te zijn en de boel weer netjes te hebben. En ook als het om probleemoplossend vermogen gaat, verschilt het nogal. De ene maaier komt op een takje vast te zitten en blijft maar proberen rechtdoor er overheen te komen totdat de accu leeg is. De andere rijdt een stukje terug en neemt een andere route. Nu zijn er tientallen merken en honderden robotmaaiers te koop. Wij zochten degene uit die het over het algemeen goed in de test doen van goed te verkrijgen merken. In de prijskategorie van rond de €1000. We hebben de Husqvarna Automower 305. We hebben de Bosch Indego S+. We hebben de Gardena Sileno City 500. En de McCulloch Rob S600. Alleen de Gardena heeft geen app en de Bosch is de enige die met wifi aangesloten is. Voordat de test begon leek de McCulloch de budgetkeuze en de Bosch de slimste van het stel. Maar we hebben 10 weken getest om te kijken of dat ook werkelijk het geval is. Het strijdtoneel voor onze test is dit gazon van ongeveer 300 vierkante meter. En voor de leek lijkt dit misschien een heel gemakkelijk te maaien gazonnetje. Geen losslingerend speelgoed, nergens liggen handdoeken, gekke kuilen of bobbels. Maar voor een robotgrasmaaier zijn er hier wel degelijk obstakels. Als je hobbels, kuilen hebt, als je vaak dingen laat leggen op je gazon, dan is een robotmaaier eigenlijk niet geschikt voor je. Want je wilt hem installeren en er niet meer naar kijken. Dat komt omdat een robotmaaier veel vaker maait, hele kleine stukjes, dan een gewone maaier. En dus gewoon volgens een schema moet kunnen werken. En je wil niet elke dag naar buiten om hem aan te zetten. Maai je maar één keer in de week met een robotmaaier, dan komt hij er in de zomer simpelweg niet meer doorheen omdat het gras te hard gegroeid is. Geen heel erg voor de hand liggende obstakels dus in deze tuin. Maar voor onze matig intelligente robotmaaiers zijn hier toch wel een paar bijzondere uitdagingen. De rand. Je gelooft het misschien niet, maar bij dit randje willen sommige robotmaaiers omhoog rijden. De boom. Elke robotmaaier heeft een andere minimale doorgang. Deze boom staat 70 centimeter van de rand en dat is voor sommige robotmaaiers al te weinig. De bak. Als deze tuin een flipperkast zou zijn, dan zou het balletje natuurlijk zelden achter deze moestuinbak terechtkomen. En dat geldt voor domme robotmaaiers dus ook. De oversteek. Omdat er een pad door de tuin ligt, moet er een doorgang gemaakt worden waar de grasmaaier over kan steken. Anders gaat hij schelpjes maaien. De kuil. Ja, dit is voor een robotgrasmaaier al een kuil. En hier kan hij dus vast komen te zitten of te veel gras wegmaaien of juist te veel laten staan. De McCulloch is technisch bijna hetzelfde als de Gardena. Is goedkoper en heeft een Bluetooth app. Het voordeel daarvan is dat je niet op je knieën bij het schermpje hoeft om hem in te stellen, maar dat je dat gewoon vanaf je telefoon kunt doen. Dit is dan ook onze budget aanrader. Op het moment is hij te koop voor ongeveer €800. Ja, en hij doet eigenlijk alles wat je van een robotmaaier verwacht. Een enkele keer bleef hij vastzitten in een oud spoor of klom hij bij de moestuinrand omhoog, maar de meeste maaibeurtjes gingen probleemloos.
De Bosch is de meest connected van ons viertal. Hij is verbonden met wifi en kan je dus altijd via de app een update geven van wat hij aan het doen is en of hij vast zit of niet. Dus stel jij bent op vakantie en je krijgt via je app een meldingje dat hij ergens vastgelopen is, kun jij de buurman bellen en vragen of hij hem weer even op zijn laadstationnetje wil zetten. Geen enkele van de andere van door ons geteste robotmaaiers kunnen dat. Ook maakt de Bosch een kaart van je tuin die steeds accurater wordt hoe vaker die gebruikt wordt. En de laatste party trick, ook de enige die dat doet, hij maait in een vast patroon. De ene keer overdwars de ene kant op, de andere keer overdwars de andere kant op. Dan in de lengte, dan in de breedte. En zo zorgt hij ervoor dat hij minder vaak over precies hetzelfde plekje rijdt en je dus geen lelijke strepen in je gazon krijgt. Het feit dat hij meer connected is, betekent ook dat we met deze de meeste ellende hebben gehad met gebruik van de app. Onbegrijpelijke foutmeldingen, dat hij verdwenen is uit de app, dat je hem opnieuw moet instellen. Dat soort zaken zitten absoluut nog wel wat kinderziektes in. Maar het feit dat je op afstand kan zien wat hij aan het doen is, is natuurlijk wel prettig als het werkt. Deze Husqvarna is de duurste van ons stel. En voor de €1200 die je betaalt voor deze maaier, heb je nog niet eens het installatiepakket met geleide draad en haringen, dat kost je nog minstens €95 extra. Husqvarna geeft ook toe dat installatie van robotmaaiers voor de meeste mensen niet zo eenvoudig is en legt de maaiers dus niet bij de bouwmarkt, maar verkoopt ze via hun eigen dealernetwerk met daarbij professionele installatie. Dit lijkt ook de maaier waar het best over nagedacht is. Zo heeft deze een geleide draad en die zorgt ervoor dat hij sneller zijn laadstation terug kan vinden en dus minder tijd kwijt is en minder accu aan het terugvinden van zijn oplaadstation. En hij kan ook de smallere doorgang, omdat je daar de geleide draad doorheen kan leggen. Hij meet met zijn mesjes hoeveel weerstand hij krijgt en op het moment dat het te veel is, kun je instellen dat hij op die plek rondjes gaat maaien om toch een mooi maaieresultaat te krijgen als het gras wat hoger is. De instelmogelijkheden zijn ook het uitgebreid. Het is bijna niet te noemen, maar je kan bijvoorbeeld bepalen hoe ver hij van de begrenzingsdraad af mag rijden. En zo kun je zorgen dat hij toch net even ietsje meer meepakt van het gras en je minder kantjes hoeft te maaien. Dit is duidelijk de goedkoopste maaier van een duur merk. En dat zien we ook in het maaierresultaat, want dit is ook degene waarvan je eigenlijk niet kan zien waar die precies gereden heeft. Zelfs als hij het station afrijdt, neemt hij steeds een iets ander bochtje om te zorgen dat hij geen gultjes maakt in je grasveld. Dat zie je bij bijvoorbeeld de McCulloch en de Gardena wel heel erg duidelijk ontstaan. Dat hij, ja, waar hij steeds weer rijdt, steeds die wieltjes overheen rijden, zie je gewoon de sporen na een tijdje. Maar voor €1200 mis ik eigenlijk wel een appje die gewoon met wifi werkt. Die is wel te verkrijgen voor deze maaier. Volgend jaar komt er zelfs een model waar het standaard op is. Maar voor nu moet je €300 extra betalen. En als je dan even optelt de kosten van de maaier, het installatiepakket en die app, dan ben je €1600 kwijt. Auw. We hebben in de 10 weken testen wel wat problemen gehad af en toe. Een piepende en krakende app, hoofdpijn van de installatie, dat is soms best wel lastig. En ook een maaier die op een gegeven moment in de bosjes stond. Maar na een tijdje kregen we ze allemaal aan de praat en maaiden ze wel netjes het gazon. Maar wel met verschillend maaierresultaat. Ik ben geen expert, maar ik kon het verschil echt zien. En dit is onze top 4. Degene die het minste deed, op plekje 4, was de Gardena. Die liet af en toe wat plukjes staan. Wat vreemd is, want technisch gezien lijkt hij bijna helemaal op de McCulloch die op onze derde plek stond. En die een vergelijkbaar maaieresultaat had, maar met minder van dat soort losse plukjes die bleven staan. Op de tweede plek de Bosch. Die maakte een hele kaart van de tuin en die ging in hele nette rechte patroontjes afwisselend maaien. En dat zag je terug. En op de eerste plek de Husqvarna. Daar zag je de minste strepen van de wieltjes in het gazon en was het mooist gelijkmatig gemaaid. Op zich zouden we je alle vier deze maaiers wel aandurven raden, maar om verschillende redenen. De enige die er een beetje uitvalt is de Gardena. Daar hadden we net de pech dat we het model hadden zonder app-ondersteuning. Terwijl Gardena juist een systeem heeft om je hele tuin slim te maken. Met automatische bewatering en dan gaat bijvoorbeeld je sproeier aan. Weet je grasmaaier dat en die gaat dan niet naar buiten. Al deze vier maaiers zijn dus goed, maar mag eentje zich de winnaar van onze test noemen? Jazeker. De Bosch Indigo S Plus 400 is onze favoriet. Je hebt voor het bedrag van rond de €1000 simpelweg de slimste maaier van het stel. Met een app die via wifi werkt, die slimme maaipatroontjes en binnenkort werkt die ook nog via Google Home. Kan je gewoon aan je Nest Hub vragen wat je maaier aan het doen is.
Heb je nou een heel overzichtelijk tuintje met weinig obstakels en wil je een beetje geld in de zak houden, dan is de McCulloch Rob S600 onze budgetkeuze. Wil je een heel systeem met sproeiers en andere gekkigheid in je tuin, ja, dan moet je naar Gardena toe. En maakt geld hier niet zoveel uit, wil je gewoon de beste maaier, het beste maaierresultaat, ja, dan moet je absoluut voor deze Husqvarna gaan. Ben je wel een beetje meer kwijt dan voor deze andere maaiers, maar heb je ook echt zichtbaar een beter maaierresultaat. Maar de belangrijkste conclusie van onze test is toch wel dat je echt je huiswerk moet doen voordat je overgaat tot de aanschaf van een robotmaaier. Check of er obstakels zijn in je tuin, kijk wat de minimale doorgang is en zorg ervoor dat je zeker weet dat je de robotmaaier kan inzetten zonder dat je hem handmatig van de ene naar de andere plek moet verplaatsen. Want dan is het voordeel van die robotmaaier meteen weg. Begin er ook niet aan als je niet een beetje technisch onderlegd bent. Op zich is installatie niet heel erg ingewikkeld, maar je komt wel wat obstakels tegen. En wij hebben apps opnieuw moeten installeren, het laadstation eruit moeten halen, opnieuw moeten opstarten, dat soort dingen om problemen te voorkomen. Als je daar heel erg zenuwachtig van wordt, dan is een robotmaaier op dit moment misschien nog niet voor jou. Dus ik raad je aan om de handleiding van je gewenste robotmaaier te downloaden. Die zijn gewoon op internet te verkrijgen. Lekker te gaan zitten en er vast aan te wennen dat jij achterover kan zitten met een biertje terwijl zijn apparaat voor jou het werk doet. Wil jij je gazon ook laten maaien door een robot? Laat het weten in de comments. En abonneer op ons kanaal als je vaker zulke video's wilt zien en zet natuurlijk even die bel aan, dan mis je er geen één.